La parada de som. Oh. Goedemiddag, daar ben ik weer. ZeldaBlade20 terug met de nieuwe Let's Play Special Modded. Ik verander de naam iedere keer Minecraft. Samen met... De Toweler. En Dutch Gamination. Alex. En Team Maestro. Oh. Oh, dat was Stefan, het. Okay. ZeldaBlade20. Ja, dat zei ik toch al. Ik zei... Dus, maar ik, ja, in deze aflevering hebben we dus een probleem gehad met Back to the Future. Een Great Time Paradox, zoals ik in de vorige aflevering zei, hebben we dus netjes op het einde de comment er netjes wel bijgegooid. Alleen in deze aflevering bestaat die nog niet. Krijks. God. Dus dan weten jullie hoe dat zit. Maar ja, in de volgende, of ja, op het einde van deze aflevering zien jullie meer in één keer wel. Dan weten jullie een beetje hoe dat dan gemaakt is. Want ja, ik moest eventjes iets. Ik moest eventjes in het fans opnemen. Omdat ik de aankomende weekend het nog een beetje druk heb. Dus. Yes. Voor meer vragen en opmerkingen kunt u terecht naar www.ikhebvragenenopmerkingen.be. Ja. BE? Waarom BE? Omdat B2 die had een lekker band. Ah. Waar ben je, B100? Wat zeg je, Bas? Wat zeg je? Iemand, B6. Helemaal B6. Niks. B6? Waarom B6? Nee, dat is een B6. Well, excuse me, Tauler. Ja? Ik denk, ik zeg het even gewoon op de oude manier of zo. Ik zal eens eventjes kijken, want ik weet dat ik in ieder geval een heel veel iron heb. Dus ik denk dat ik, ja, ik heb nog heel weinig emeralds. Wacht eens even, ik heb heel erg veel goud. Zou ik weer lucky blocks gaan maken? Nou, ik wou eigenlijk ook nog een lucky block maken, maar ik heb geen redstone, dus dat schiet niet op. Hoezo heb jij geen redstone? Omdat ik geen redstone heb. Ik heb geen redstone. Hoezo heb jij geen redstone? Kom maar naar mij. Ik heb geen redstone gevonden. Hoezo heb jij geen redstone? Ik heb geen cobblestone. Waarom heb jij geen cobblestone? Waarom heb jij geen cobblestone? Ik ben waarschijnlijk het gezelliger buiten maken. Ik heb wel een leven van cobblestone mijnen. Buiten maken. Jongens, ik zie zo'n Empire Scorpion. Nou, ik zie heel veel spul. Oh ja, dat wou ik ook gaan maken, zo'n ultimate bow. Dan kan ik ook even een firewall doen. Firewall. Auw. Over fire... Hallo. Schoot jij nou een pijl op me? Natuurlijk niet. Oh, wie hier op het dak. Kijk daar nou. Wie... Huh? Oh, wil jij jouw griezels bij jouw huis houden? En wil jij jouw deads eventjes in... Je wordt nou geheeld door mijn... Oké. Okay. Even wachten, want ik ben weer mijn timer vergeten. Dat wordt echt de gimmick van deze opname, zou ik een keer. Dat had je niet goed getimed, snap je? Dat was nog niet eens een pedant zwaard. Sorry. Ik heb hier een stable end en een red end en een... Er komt... Red end? Ja, nee, ik heb hier iemand... Zo komen we wel een end. Zijn zwaard van Emperor. Emperor? Short. Emperor. Er komt gewoon geen end aan. Maar als je hem hebt gevonden, mag je hem hebben, hè? Ja, ik weet het. Ja, wie heeft hem doodgemaakt? Waarschijnlijk ben ik hem vergeten. Ja, er liggen ook pens en alles. Wie heeft zijn broek nou weer laten slingeren? Maak het even wat gezellig hier zo. Ah, je mag hem hebben hoor, van mij. Ik denk dat ik het sniep waar al die zombies in hun onderbroek vandaan komen. Omdat je overal broeken vindt. Gadverdamme. Ah. Hey, wat is dit? Wat heb ik nou weer gevonden? Draait gazelle spawn egg. Oftewel, daar kan ik... Oh, daar komt de fiets uit. Hey, Dutch Gaming Nation steelt het. Wat? Het spul wat daar lag. Oh, ik dacht dat het van die van die kleine schorpioenen afkwamen die ik hier had gekild. Ja, ik weet niet van wie het was, maar nu is het voor jou. Ja, de touwen kan er nou niet meer tegen. Nee. Nee, ik kan er niet meer tegen van dingen zeg, Crash. Wat is het nog met die Crash dingen? Crash? Oh. Crash Bandicoot. Wow! Wat? Dat is van Crash Bandicoot. Wow! Ben ik de enige die hem hier kent? Nee, ik ken hem ook. Elke keer als hij doodgaat, dan maakt hij zo'n wow geluidje. Ja, dus... Ik
zou het niet weten. Misschien is dat het een nieuwe. Nee hoor. 1 doet hij dat, 2 doet hij dat, 3 doet hij dat, 4 doet hij dat. Wat voor geluid maak ik als ik doodga? Dat heb je toch al gehoord. Oh ja. We kunnen het nog een keer af laten spelen. Ik heb het op dit moment nog niet gehoord. Nee, want zelfs mijn dead geluid is in de afgelopen 4 afleveringen nou niet gekomen. Wat ben je goed zeg. Kunnen we verandering inbrengen, hè? Nee. Nou ja, aan de andere kant, ik heb 15 lucky blocks, dus ja. YOLO! Hoeveel kans dat ik dit ga overleven? YOLO, you obviously lack originality. Hè, wat? YOLO, you obviously lack originality. Bla 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 bla. Maar, Wilco, zocht jij nog een inktzak? Ja, die heb ik al lang. Sorry, dat kom je echt veel te laat mee. Ja, weet ik wel dat jij op zoek was, of dat jij nog aan het zoeken was daarnaar. Ik denk, jij bent wel... Als ik met Paas zou zeggen, ik zoek mijn paaseier, en jij komt met de kerst aan van, joh, zoek jij nog Paas? Maar misschien waren die dingen zo goed verstopt dat ik dus, uiteindelijk... Nou, het was te ruiken na een tijdje, dus... Juist. Oké, Juist. Sorry. Ja, maar paaseieren ruik je niet. Nee, dat is alleen maar chocolade drek. Of je moet echt eieren hebben. Nou, dan geloof me dat je ze maar gaat ruiken. Want chocolade staat in de weg. Want in chocolade zit geen houdbaarheidsdatum op. Wat? Wachter. Op chocolade. Och, wat leuk. Mm-hmm. Ik heb dorst. Nou, ga wat drinken. Genoeg water. Dus... Wow, meneer, dat is wel van mijn kracht dan, hè? Hoe vind je mijn heg? Hij staat wel een beetje in de weg. Heb je nog steeds niet over wat ik heb gedaan? Veranderd aan je huis? Heb jij iets aan mijn huis veranderd? Wie is dat? Wie is Zelda Play 2? Oh ja, wacht, dat ben ik. Dat is toch leuk? Ja, nou kijk eens, ik zal eventjes een lucky blok in je huis plaatsen. Nee, meneer, nee, ik laat gewoon niet binnen. Oké, nou, ik ga in ieder geval kijken wat er in de lucky block zit. Ik heb er 15, dus, Ja, iets verder. Ik doe het aan de andere kant van de krater, dus, dat komt wel goed. Ja, ik wil het wel even zien vanaf deze kant van de krater. Je ziet het sowieso in de opname. Ja, you spawned the Kraken. Oh, shit. Nou, die komt gelukkig niet uit de lucky block, dus, Het zou wel heel erg een lucky. Nou, als dat, dan zou ik echt helemaal 0,0 lucky blocks me maken, dus. Oké, wat is het eerste? Oh jee, dit gaat niet goed. Pijl en boog, daar heb ik slechte ervaring mee. Oh, een emerald blok. Oké. Okay. En dan de derde boom. Oh, vlees. En dan ben je dood. Oké, 4. Horse armor. Ja, die heb ik niet nodig, dus dan ga ik gewoon hier verder. Dat mag van mij dispawnen, dat boeit me niet zoveel. Oké, en... Ah, nee! Oeh. Ja, wat heb je? Wat heb je? En, wat is het? Een vallende aanbeelden. Oh. Look up! Nee, ik ben ontsnapt. Dat doe je goed. Ah, ik heb mijn amethyst pickaxe toevallig hier, dus... Oh ja, dat gaat zo een lucky heen. Cow! Sterf. Kom hier, lucky cow! Ik wil je slaan! Wow, dat is niet goed. Not that lucky anymore. Zo lucky was het niet. Oké, okay, nou, we hebben nog meer. Ik heb er nog 9, dus kijk of ik het kan overleven. Alle 9. Uh-oh. Emmers. Emmers. Oké. We hebben nog meer. Weer! Oké, nou hebben we hier ondertussen al 6 armors liggen voor paarden. Daar heb je toch helemaal geen ene flauws aan? Oké, dan ga ik hem gewoon... Oké, maar dat maakt niet uit. Zolang ik me niet dood maak, nog een boog en nog meer pijlen. Joepie. Nou ja, het maakt me niet dood. Dat is alleen maar goed. Uh-oh. Oh, oké. Golden block. Oké, we hebben nog... Wat is dit? Oh, hi. Een diamond zombie! Met alles erop en eraan! Woehoe! Nou, hopelijk toch... Ah, what the fuck is dit? Ik weet niet meer of mij aan het schieten is, maar... Nee, ik help je. Nee, je bent op mij aan het schieten! Nee, want ik kan niet schieten met een ultimate bow op jou. Zelfde, nou, blijkbaar wel!
Zelda player was je hebt hem twee keer geraakt. Nou, kill hem. Ik schiet niet meer. Nou, ik heb hem zelf al doodgemaakt. Ik heb jouw hulp niet nodig. Wat is dit voor... Dit is echt de meest mislukte decoratie. Oké. Okay. Nou, wat hebben we nog meer? Ik heb het zelf meteen nog... Oh, hey, schilderijen! Wat leuk! Oké, okay, we hebben nog meer. Nee! 300 creepers! Maar het werd echt ineens instant donker. Dit is echt episode 1 revamp. Nee! Laat me leven! Nee! Dat is dat. Jullie wouden creepers. Ik escort je even. Escort je wat? Je stuf. Oh, wil. Oh, het zit hier nog vol met creepers. Even wachten, dan kan ik even escorten. Mag ik wel of van de gunpowder zo? Probeer al die beesten te killen. Oh, music desk. Wel, de rode hier komt er. Oké, eens even kijken. Want ik had hier mijn helm. Mijn broek. Ja. Ik heb hier nog iets. Oké. Een krater waarschijnlijk. Geen kater, maar een krater. Allemaal horse armor heb ik hier gevonden. Okay, heb je al je stuff weer, of niet? Bijna. Ik moet alleen eventjes de zooi die ik... Ik heb hier nog een diamond blok. Ik heb ook een huizen. Oké, volgens mij heb ik alles. Heb ik ook mijn backpack trouwens weer terug. Veilig boven nu, dus... Ik heb mijn backpack, dus... Ja, ik heb sowieso mijn dingen heb ik alweer geëquipt, dus... Dan ga ik er vandoor. Ondertussen heb ik ook weer 9 gunpowder. Ah. Gaat goed. Is het weer tijd voor een lucky block? Nou, trouwens, ik heb een backpack bij me, dus ik kan wel eventjes van zooi in mijn backpack doen, zodat ik de laatste twee ook nog even open. Ik heb er nog 2, alleen ik ben wel al mijn XP kwijt. Oeh, hoeveel had je er? Weet ik eigenlijk niet, in de 20 week nog. De vorige aflevering zei ik iets over 21, dus... Oké, nou, even kijken. Die mag eventjes daarheen. De emmers, die mogen eventjes daarheen. En dan heb ik een keer dat ik wel genoeg ruimte heb. Oké. Zonder enig oponthoud gaan we verder met openen maken van... Hey, een lucky pickaxe waar je niks aan hebt. Oh, mag ik hem dan? Nee. Nee, niet weer één! Nee. Ik heb een diamond zombie achter me aan. Zal ik dan gewoon lekker muziekje opzetten? ik lok hem gewoon naar jouw huis, als jij mij zo gaat mokken. Diamond wie, zombie, wie lok je naar mijn huis? Zombie locker. Oeh. Nee. Damn, dan zit ik hier vast in deze krater. Waar is die zombie? Wat ontplofte er? Er is hier nog een Black Creeper. Oh, zeker omdat die... Oh. Laat me je even healen. Wie is nou echt die muziek? That's it, ik ga ook een ultimate bow maken. Nou, ik kan er niet meer tegen. Oh, high spin. Die muziek is zo mooi. Wie is... Ik ben je aan het healen, hallo. Ik ben je aan het healen, wat is ik dit? Ik jou ook, alleen dan het tegenovergestelde effect. Oftewel, je gaat dood. Tjonge jongens, ik bijna heel mijn huis weer in de fik. Zien jullie daar? Ja, mooi hè? 5 bucks uit. Echt. Wacht eens even, kan ik daar geen bacon van maken? Oeh, bacon. En voordat jullie gaan beginnen, nee, ik zei echt bacon, nee, niet een beacon, want ik heb geen zin in een beacon nou. Ik wil echt bacon hebben. Ja, ik kan een bacon van maken, yes! I'm super, thanks for asking. Oké, nou, Vind dat het gefeed moet worden met een ander muziekje. Ik doe hier eens eventjes een lampje aan, want het wordt hier nogal een beetje duister. Ja.
No playing, bla bla bla, for. Volgens mij heb ik een beetje het gevoel dat mijn webcam een beetje aan de trage kant is. Wil je geen for, dan doe ik wel 13 erin. Ongeluksgetal, jongens! Maar het is geen vrijdag! Nee, dan maken we toch vrijdag. Vandaag nou, nog. Hoe kan je het nou vrijdag maken als het geen vrijdag is? Gewoon nou, zaterdag liever aan kijken. Zondag bedoel ik, is het nu. Een middelvinger en volgende week gooien en daar gewoon doorheen slapen. Oh. Dat is goed, jij het zou doen. Even kijken, wat heb ik? Een diamond hoe. Ho. En iemand die is echt veel te veel met zijn muziekinstrumentjes aan het spelen. Sorry. Ik vind het best mooi klinken hoor. Laat hem lekker spelen. Nee! Ik vind het echt mooi muziek. Where's the blacksmith? Het klinkt zo relaxend. Dank je. Is toch nog iemand die respect heeft voor mijn muzieksmaak? Ja, echt. Nou, om eerlijk te zijn vind ik jouw muzieksmaak een beetje... Maar waarom bel je dan? Smaakloos. Nou, ik denk dat eigenlijk Alex dat zinnetje wel af zou maken, maar dat doet hij niet. Een beetje chocoladig? Om eerlijk te zijn, vind ik jouw muzieksmaak een beetje... Doet hij het weer niet. Oké, laatste keer dat ik het heb geprobeerd. Dus nee, ik ben er nou klaar mee. Nee, ik ga... Nee, doe maar niet. Nee. Jammer. Sorry. Ik vind jouw muzieksmaak een beetje raar. Nee, ik snap de reference echt niet. Jammer. Oh, dat was nog niet eens een lucky. Maar dat maakt niet uit. Ik heb trek in een koekje. Koekje, verkrijgde. Jongen, we zitten nou al zeker een week op het koekje te wachten. En we hebben nog steeds geen koekje van jou gehad. Waar blijft het koekje? Ja! Nou moet je langskomen. Dit geheel de letters. Of gaan we gewoon de hele tijd bij deze. Ja, ik vind het een beetje onzin. Hij belooft ons allemaal koekjes. We krijgen helemaal niks. Je weet het, als we de volgende keer geen koekjes hebben, dan krijgen alle kijkers om één opgestuurd, hè? Nee, zullen we daar maar niet aan beginnen? Okay. Nee, dat maar niet. Zo, zijn te veel. Krijg een gratis koekje. Nou, zijn koekjes zijn een lie, net zoals de cake is een lie. Ahoei! Kijk, je bent een beetje een leugenaartje. Een gevangenis aan je liegt. Je liegt! Kijk maar eens naar mijn huis. Nee, ik kijk niet naar je huis. A wimbleweb, a wimbleweb, a wimbleweb, 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 a wimbleweb, a wimbleweb, a wimbleweb, a wimbleweb, a wimbleweb, a wimbleweb. Oké. Dit gaat helemaal nergens weer over. Weet ik. Dat vind ik gaat de Dutch Gaming Nation vanaf hier. Waar ben jij? Ondergronds. Ik heb in ieder geval al mijn gold gewoon helemaal opgemaakt aan die Lucky Blocks. En wat heb ik ervan gekregen? Echt helemaal niks. Nou, heeft iemand één redstone voor mij? Nee. Ja, pak maar mijn chest. Eentje. Pak maar eentje mijn chest. Ik ga gewoon beginnen aan de fans. Waarom wil jij nou best de good guy zijn? Omdat ik altijd een good guy ben. Maar je ziet dat niet in me. Waar staan die koekjes dan? Ja! Ze zijn op de post. Leugens! De limonade op, alles is op. Kijk, ik heb een heel mooie bovenkamer. Kijk eens. En volgens mij is er iets niet goed in jouw bovenkamer. Kom maar eens. Kennen jullie die aflevering niet van Samsung en Gert? Alles is op. Wat is een Samsung en Gert? Kun je dat eten? Het is een hele leuke, lieve hond. Kom eens, Guido. Natuurlijk ken ik het niet, dan hoef je niet bang voor te zijn. Kom eens mee naar boven. Val wel mee, hoor. Oké, nou. Ja? Mooie kamer, hè? Ziet een beetje uit als een gevangenis. Ja! Je kijkt naar boven. Snel nog mee. Het ziet er heel erg uit. Kijk achter je. Kijk eens achter je. Tornado's. Wacht, wat nou Steven, het allerleukste is, hè? Ik kijk expres niet naar zijn woning. Hoe hard dat hij ook blijft zeuren, ik ga niet kijken. Waar heb je trouwens die Lucky Block open gegooid? Hoezo? Nou ja, niet dat ik het in de buurt moest. Nou, wacht, weet je, ik loop wel gewoon ergens heen. Gewoon aan de andere kant van de tornadopad. Oh. Gaat daar ginder heen. Oké. Okay. Nou, ben benieuwd wat ik krijg, of wat ik niet krijg. Dus
Hij kreeg eens eventjes aan mijn pak bij de werken. Nou, we zouden in theorie naar de Nether kunnen. Niet dat dat heel boeiend is, maar we zouden erheen kunnen. We zouden er inderdaad naartoe kunnen, ja. Het is wel handig als je dus zeg maar je furnace upgrade wil completen. Ja, want ik heb namelijk nu 14 obsidian. Dus dat is genoeg voor een... Ik heb ook nog een 8 voor een portal. We kunnen een grote portal maken. Heel dank! Nee, dat werkt niet deze versie. Toch. Dus als ik ergens een portal moet maken, dan... Laat het mij dan even weten. Ik heb je geheeld even. Oké, dankjewel. Nou, anders zet ik hem wel gewoon ergens neer en dan... Ik vind het wel handig, een ultimate bow, dat kan anderen healen. Ja. Ik weet niet of dat dan, of dat echt ook de bedoeling was tot dat, zeg maar, geheeld kon worden. Dus, ja, ik ben bezig op het moment nou met dus, mijn farms te maken. Dus voor de mensen die echt zoiets hebben van, wat doet hij nou toch allemaal? Wat is dat? Ik snap het niet, waar is hij nou dan allemaal mee bezig? Ik ben bezig met farms te maken. Ja, maar dan moet je toch dieren nog eerst inlokken. Hoe doe je dit nou dan? En ik, het is net helemaal niks op. Oké, dat was een beetje... Ja. Ja, een beetje. Een beetje heel professioneel. Oh, daar heb ik dus 8. Oh, heb ik nog 8? Oh, please, zeg maar. Nee! Ja, maar niet zo in je. Ik heb te weinig obsidian. Jouw schuld! Of moet ik anders in de, zeg maar in het begin, of zeg maar in onze hoofdstad, ergens de portal plaatsen? Laten we dat bewaren tot de volgende aflevering. Ik bedoel, funny moment. Nee, maar serieus! Voor beepsake! Dat scheelt mij weer editen. Beepsake? Ja, voor beepsake. Jij zegt piep en ik ga dood. Ja, dat piep. Is te horen door dat... Jij zorg ik weet dat ik extra bewerkingswerk heb! Ik bedoel, de Netherportal, dat komt dan nog wel. We hebben nou eindelijk 4 afleveringen van een beetje progress. Een beetje, ja. Niet te veel, hè? Nee. Mijn huis heeft ook progress gemaakt. Nee, niet heel veel, maar wel iets. Die van mij heeft ook progress gemaakt. Elke keer heel lekker dood. Waarom kan ik nou nooit gewoon die fatsoenlijk... Waarom ken ik nou nooit die... Weet je waar? Echt, ik ben er helemaal klaar mee. Poef, 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 poef. Dit gaat een beetje pijn doen. Ah, heel mij. Schiet me vol met je pijnen. Lekker, hè? Lekker. Lekker. Ik snap echt niet waarom dat hem hield, maar goed. Het ziet er zo stom ook uit. Oké. Genoeg over stomme dingen. Ja, laten we het daar maar niet meer over Dutch Gaming Nation hebben. Nee. Die is niet zo aardig. Nou ja, volgens mij. Ze zijn niet aardig. Nee, hè? Nee, daar ben je inderdaad niet, Alex. Ik vind jou niet aardig. Wat zeg jij tegen mij? Dat jij niet aardig. Oh, oké. Hallo, spinnertje. Je bent nou dood. Lava monster. Sterf. Oké. Ticket Lions. Er is een Mantis in stad. Oeh. Oh, weet je wie je dan moet waarschuwen? Tommy. Ja, maar hij liep al langs mijn huis. Dus ja, Tommy zegt niks. Welkom in Tommy. Ja. Tommy. Ja. Hoi. Tommy. Ja, hij staat niet uit, dat kan ik nu zien. Tommy. En zo ja. Hij heeft het licht gezien. Ja, Tommy, ik zet helemaal. Wow. Ik zoek sugarcanes. Dat kan. Of zoek de sugarcanes, ja. Ja, maar het beste is om ook een farm te maken.
Nou, ik probeer hier eigenlijk een beetje obsidian, want ik heb nog 5 blokjes, even kijken, ik had er nog 3 thuis, dus dan heb ik hier nog van 5 nodig. Ja, maar ja, ik wil ook sowieso mijn enchantment upgrade hebben, dus ik denk dat ik wel sowieso wat meer obsidian moet gaan halen. En obsidian heeft toch wel een beetje zo zijn memories. Want ik herinner me nog de eerste keer dat ik obsidian ging halen in Minecraft op YouTube. Dat was samen met een of andere YouTuber. Ik weet niet meer wie dat was. Gezondheid. Ja, ik weet niet of ik opeens... Oké, okay, ik heb straks het cadeau voor jou, Stefan. En dat ga je echt zeer op prijs stellen. Dat vind je echt leuk. Kom ik echt thuis? Hey, nee, Lucky Block in mijn huis. Nee, het is een leuk cadeau. Het is geen gek cadeau. Nou ja, nee, het is geen gek cadeau. Nou ja, eigenlijk wel, maar... Nee, het is geen gek cadeau. Maak je geen zorgen. Doe ik aan het einde van de video. Moet je wel even zeggen dan... Op het einde van de video? Ja, we zitten nu op ongeveer 22 minuten. Dus ik maak nog eventjes de obsidian. Dan zet ik die spawners neer. En dan wrappen we het up voor vandaag. We wrappen het up. Oké. Okay. Dus ik zorg heel eventjes dat ik nog even genoeg heb. Nou, ik heb eigenlijk een andere manier van farms maken. Ik ga, ik gauge allemaal. Oh, je gauge de? Ja. Nou, als Nicolas daar geen problemen mee hebt, dan vind ik het prima. Waarom nou? En zolang er ook geen bijen in zitten, vind ik het best. Ik heb net een bij gekild. Not the bees! But really, I killed. Maar zo bijzonder was het niet. Oh, I... je bij de hand. En er is stilte. Ja, blijkbaar. Oh, ja. De epische stilte slaat weer toe. En deze mooie server. Oh, oh. Oké. Okay. Ik snap ook niet waar dat over ging. Mag ik even een krekelgeluidje, alsjeblieft? Dank je. Ja. Ik hoor ze ook gewoon echt zo. Hoor je het? Ja, ik ook. Ik hoor ze. Klinkt lekker, I'm a maniac. Ik dat in wist wel. Ho, ho, ho. Oh, okay. Is dit een muted creeper? Bij de... dan kunnen we dus zeg maar een baby minion creeper krijgen. Nee. Ja, maar als die niet de stad opblaast. Ja, dat... dit is niet leuk. Die blaast de stad niet op. Ja, of de creeper zou de stad opblazen. Dit is niet leuk. Ik ga gewoon achter iemands huis staan. Maar ja, staan. We hebben iemand op met de Lucky Bow die ik nog steeds... Of de Ultimate Bow die ik nog steeds niet gemaakt heb. Waarom heb ik die nog steeds niet gemaakt? Schande, schande, schaam, schaam. Hij is safe. Maar hij staat hier in je tuintje. Staat hij in mijn tuintje? Ja, hij stond net in je tuintje. Wat doet hij in mijn tuintje? Hij ziet mij niet. Hey, kijk, een creeper. Hij ziet mij niet. Ik verstop me heel mooi achter een ander stenen huis. Ik zie hem. Oh, daar staat hij. Dat is toch van Tommy? Ja. Wie heeft een ultimate? Niemand ik. Dus. Moet ik helpen? Aan de kant. Als die boom hem zegt. Ah, hij gaat boom doen! Oh, hier zo. Ik heb mooi uitzicht. Er is hier wat gebeurd met ons huis. Wie heeft dit gelaten? Alex! Nee, niet killen. Niet killen! Ah, dit fix ik wel eventjes between aflevering. Wie heeft de eigen jat nou? Volgens mij dinges. Wilco. Maakt niet uit. Ik heb nog genoeg om hier eventjes snel... Ja. Ik fix dat gat dan wel zo snel mogelijk tussen de aflevering in. Want aan de klok te zien zitten we nou toch alweer op het punt dat we dus bijna de aflevering moeten gaan sluiten. Oh, dan mag ik je een cadeautje geven. Nou, ik moet nog heel eventjes snel eventjes die spawners maken wat ik dus had afgesproken. Dat ik dat eventjes zou doen. Oké, doe er maar. Goed, dus om een soul cage te maken zoals ik dus net heb laten zien. Dan heb je dus Crystalline's soul gebeuren. Wat kan mij het allemaal verrekken hoe dat die teringzooi ook heet. Ah, ik heb er de kracht niet meer voor, ik ben boos. Ja, ik ook. Echt hè, die Alex die sloopt elke keer mijn huis. En die van mij niet dan. En dan lacht hij zijn eigen kapot hè, dat vindt hij leuk. Zie hoe die van mij er dan uitziet. Die ziet nog erger uit dan die van jou.
Niet dat dat wat nieuws is, maar dan alsnog. Nou, sorry hoor, maar de mijne, die, daar is niks meer van over. Dat is gewoon een heel groot gapend gat. Kijk, ik ben zo slim geweest om van steen al te maken. Ja, eigenlijk. En nog blaast het op. Nou nee, alleen de cobblestone is opgeblazen. Alleen, oh ja, ik zie het. Dus ik op weet zich, niet, ik heb het valt nog mee. Ik raak mijn spul zo kwijt. En ik moet de hele tijd door editen, dus ik ga nou zo snel mogelijk die dingen plaatsen. Zodat ik kan zeggen, nou jongens, bedankt voor het kijken. En, dat gat heb ik zo opgevuld met dirt. Dus dirt. Ik hoor een kikkergeluid. Goed, dus wat je wilt doen is je wil hem gewoon neerplaatsen. Dan pak je de Crystal Soul Essence dat je dus ervoor wil gebruiken. Pleur je in dat ding en je hebt je farm. Kijk, huppakee, ik heb een koe. Wat leuk. Dat doe ik ook even gelijk. Ik vertrouw het niet als jullie bij mij hier in de buurt staan. Nee, er komt een creeper en een... Nou, dan doe ik ook even met deze. Alleen dan in plaats van de kou willen we daar de little piggy in doen. Little piggy. En als we dat gedaan hebben, dan hebben we piggies. Dus nou heb ik mij gespannen. Nou goed, je had een cadeautje. Ja, kom even van je huis, anders ontsnapt ze. Ik bedoel, je ziet het wel. Oké, okay, die is weg. Au. Ach ja, ondertussen kan ik even rustig hier mijn spullen eventjes weer opbergen. Ik wil het ook wel zien. Helpen mag. Oh. Het is helemaal kapot gemaakt hier. Okay. Dus. Hier ligt een helm, dus jij mag pakken als je wil. Cadeautje. Besta. Maak maar open. Is veilig. Een caged girlfriend. Maak open dan. Tada! Ze heeft witte ogen. Demon! Hij gooit mis. In ieder geval, dames en heren, jongens en meisjes, ladies and gentlemen, fietsbellen en autodopjes. Bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Heb je het leukste momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. Na deze outro nog heel eventjes snel de comment van de dag natuurlijk, die erbij is gekomen. Dank jullie wel natuurlijk alvast voor het reageren in andere afleveringen. En zoals altijd hoop ik jullie te zien in de volgende aflevering. Dit was Zelda Player 20. De Toweler. En Dutch Gamer Nation. Alex. Mijn huis. Iemand die doodgaat. Bedankt voor het kijken. We hopen jullie natuurlijk weer te zien volgende week. Want morgen gaan we verder met Super Luigi Galaxy. Dus tot dan. Doei! Oh, nu moet ik weer een bordje gaan. Nou, vooruit dan. Omdat je het zo vriendelijk vraagt, verledig je ik. Ik weet niet waarom. Wij hebben altijd een issue samen of zo. Ik weet ook niet waarom. Maar goed, van aflevering 8 hebben we via de randomizer Ewoud. En ik weet niet hoe dat ik je achternaam uitspreek, jongen. Ik hoop dat ik het goed doe. Flaming. Ik ga gewoon voor Flaming. Flaming. Het is in ieder geval mijn AE. Ming. Past dat zo? Ja, dat past. En je had geschreven, ik ben vandaag jarig. Nou, eigenlijk was dat dus in aflevering 8. En ik stootte dat ik mijn microfoon aan. Ewoud, speciaal voor jou. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, oh Ewoud. Happy birthday to you. Hopelijk heeft dat je dacht, ook al is het heel erg laat. Hopelijk heeft het toch iets leuks achtergelaten. In ieder geval, je staat al in ieder geval op de Wall of Awesome Comments. Dus dankjewel voor het reageren. Wil je er ook op komen? Laat de reactie natuurlijk achter in de beschrijving als je daar tijd voor hebt. En met dat sluit ik nu dus even de aflevering af. Dus bedankt voor het kijken en tot volgende week maar weer. Doei!